Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de Twente Rander. Welkom bij het politieke praatprogramma van Twente Rand. Politiek is politiek en je maakt voor jezelf een afweging. Wat speelt er? En waarom wordt juist deze beslissing genomen? Ik kijk er wel met een goed gevoel op terug. Van je tijd is het oorlog. Actueel, met ruimte voor debat. Als je bij pagina 2 bent, dan is het geld als een beetje op, denk ik. En dan is de stamper de beste optie. Wie gaat met de eerste strijk? Praat mee tijdens de uitzending van Politieke Stem op Delta FM. Is dit een reden om te stoppen met de coalitie? Uw reactie is meer dan welkom. Kijkers en luisteraars, leuk dat u weer kijkt, luistert en mogelijk terugkijkt op een later stadium naar het praatprogramma Politieke Stem op Delta FM. Deze keer geen fractievoorzitters of raadsleden, die hebben vanavond een heel belangrijke raadsinformatiebijeenkomst. Dat gaat over de zogenaamde zorgcowboys. De zorgbureaus die gaan niet heel secuur met hun geld om. Men financiert er soms een gokverslaving mee of men speelt bank van lening en leent dat geld aan familie of kennissen uit. En het geld is echt bedoeld voor zorgverlening. En om die controle beter te krijgen zijn de fractievoorzitters en de raadsleden vanavond met elkaar in gesprek. Genoeg over de mensen die er niet zijn. We gaan het hebben over de mensen die er wel zijn. En vanavond, en daar verheug ik me op, twee dames aan tafel. Ja. Rechts, direct naast mij, Bianca Hofmeijer. Tweede voorzitter van de ondernemingsraad van Soeco. Ja. En Mirjam Doeschot, woordvoerder van de ondernemingsraad. Klopt. Volgens mij heb ik het zo juist verwoord, hè? Dat heb je helemaal goed, Chris. Ik had het iets anders voorbereid, maar gelukkig in ons voorgesprekje werden de puntjes nog even op de i gezet. Hartelijk welkom en we hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Ja. Dat werkt altijd een stuk prettiger. Jullie hebben het de afgelopen weken behoorlijk druk gehad. En ook in het gemeentehuis van Twenterand heb ik jullie gezichten voorbij zien komen. En niet alleen deze gezichten, maar heel veel gezichten. En jullie hadden ook een touw bij je. En die touw die gaf aan dat Soeco wil verbinden. Ja. De medewerkers hielden dat touw vast allemaal en liepen met dat touw het gemeentehuis binnen om te laten zien aan de mensen die daar aanwezig waren dat ze bij elkaar horen. Tenminste, zo heb ik dat beeld begrepen. Ja, klopt. Is een actie namens de ondernemingsraad richting de politiek, merken jullie dat dat de juiste stap is? Hoe is de actie binnengekomen bij de raadsleden? Want jullie voeren niet alleen actie, maar jullie praten ook met de raadsleden en zijn ook tijdens een raadsvergadering aanwezig. En er is zelfs ook ingesproken tijdens raadsdebatten. Hoe merken jullie dat de actie aanslaat? Ja. Nou, ik denk inderdaad, we hebben de afgelopen weken zeker inderdaad veel ingesproken bij verschillende gemeentes, gemeenteraden, bij de vergaderingen. En wij zien zeker dat dit aanslaat. Weet je, wij proberen vooral de aandacht ook te vragen voor het thema wat er nu staat. Hè? De discussie rondom Soeco, de toekomst van Soeco. Waar gaat het naartoe? Hoe ziet dat scenario eruit? En tot nu toe zagen wij dat die discussie buiten ons ligt nog. En wij willen gewoon ernaartoe dat dat gewoon goed wordt gevoerd. Dat de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden. Maar vooral ook dat de mensen goed geïnformeerd raken. En daar willen wij graag op inspringen. Dus we hebben ook de kans aangegrepen om het inspreekrecht ook voor te gebruiken. Om juist te zorgen dat de raadsleden die daar denk ik ook een hele belangrijke rol in hebben van de gemeente. Ja. Daarover te informeren met onze kant van het verhaal. Zodat ze dat ook mee kunnen nemen. En ons helpen ook om te zorgen dat er een goed debat wordt gevoerd over die toekomst. Ja. We merken wel dat die betrokkenheid van weerskanten groot is, zowel vanuit onze onderneming, maar ook vanuit de gemeente. En raadsleden willen graag langs verschillende wegen geïnformeerd worden. En die gesprekken komen dus ook tot stand. Ja. Wat wil de OR bereiken? Hebben jullie een vast doel voor ogen? Of is het meer dat jullie het huidige onderzoek, we komen er dadelijk nog even op terug, dat te eenzijdig is en willen jullie een breder
toekomstperspectief bespreken? Of moet dit besluit van tafel? Onderzoek, Chris, is niet erg. Daar werken we graag aan mee. Uiteindelijk willen we met z'n allen, zowel Soweco als de gemeenten, hebben we als doel om een zo breed mogelijke doelgroep te bedienen. Veel mogelijk mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Alleen wat wij jammer vinden, is dat het onderzoek dat tot nu toe is gevoerd door Iroco zich richt op één voorkeursscenario dat de gemeenten hebben uitgesproken. En dat voorkeursscenario betekent het einde van Soweco. Mag ik even inbreken? De gemeentes hebben het nog niet uitgesproken, denk ik, dat voorkeursscenario. Volgens mij heeft de Raad van Bestuur dat besloten. En wordt er nu in de gemeente gesproken of men daar akkoord mee gaat? Correct. Het dagelijks bestuur heeft het voorkeursscenario uitgesproken. Ja, inderdaad. Ja. En de bal ligt nu bij de Raad, zo heb ik het begrepen. En de Raad is het daar of mee eens of niet mee eens. Maar ook in de gemeenteraad van Twenterand is heel duidelijk naar voren gekomen dat men graag meerdere scenario's in het onderzoek mee wil nemen. Maar daar komen we dadelijk straks nog even op. Het feit is natuurlijk dat het bestuur, de zes gemeentes, zeg maar, een besluit hebben genomen om een onderzoek te starten. Wat als een volledige verrassing kwam, niet alleen voor de medewerkers, en waar jullie dus de spreekbuis van zijn, maar ook van de directeur van Soweco en ook van de Raad van Commissarissen. Die waren in principe allemaal verrast. De Raad van Commissarissen heeft op een gegeven moment tegen de Raad van Bestuur gezegd, hou het nog even onder de pet. Wij willen ons nog nader beraden. Maar daar was een reden voor om dat onder de pet te houden. En ja, dat vraag ik mij ook af. De Raad van Bestuur is natuurlijk het hoogste orgaan. De Raad van Bestuur kan de Raad van Commissarissen gewoon naar huis sturen, als men dat zou willen. Ja? Ja. En toch heeft men als bestuur gekozen om te luisteren naar die Raad van Commissarissen en de gemeenteraden dus ook niet geïnformeerd over de plannen. En inmiddels zijn die plannen alweer een aantal maanden onderweg. Ja. Denken jullie dat je nog op tijd bent om er nog wat tegen te doen? Ja. Of zijn we al te ver? Nou, ik denk dat we zeker, denk ik dat we daar op tijd mee zijn. En dat het juist wel van belang is dat we ook nu de actie op uitzetten. We krijgen ook vaak te horen van, er is nog maar onderzoek, er is nog geen besluit genomen. Maar wij denken juist dat het daarom ook van belang is dat we daar nu actie op uitzetten. Want er zijn al wel degelijk stappen genomen in dat onderzoek na. En wat je voornamelijk ook ziet is dat ene voorkeursscenario. En wat jij al zei, van dat is een scenario, één scenario, maar om het te kunnen vergelijken heb je meerdere scenario's nodig. Maar dan moeten we daar wel vast nu de mensen van op de hoogte brengen van let op, één scenario geeft geen keuze. Dus zorg ook dat het breder wordt gekeken. Ik weet ook niet hoor, maar die kennis heb ik ook niet, maar ik vraag mij af wat de waarde is van een onderzoek als je maar één scenario onderzoekt. En dat is dan het voorkeursscenario van degene die ook dat onderzoek moet betalen. En we weten allemaal wie betaalt bepaalt. Die schijn zou je ten alle tijde moeten vermijden. Ja. Dus wat is er nu tegen, in mijn optiek dan, en ik sta neutraal in deze hele situatie, maar wat is er nou op tegen om daar meerdere scenario's bij zo'n onderzoek te betrekken? Ja, het zal ietsje duurder zijn. Dat is ook precies, Chris, de vraag die je terughoort in de raden. Dat is de vraag die je het ook oproept bij de raadsleden en die het ook bij ons oproept. Ja. Van waarom een onderzoek naar slechts één voorkeursscenario? Ja. Kun je dan als raad een goede afweging maken? Ja, het is wetenschappelijk volgens mij ook niet onderbouwd. Ik bedoel, ik heb nog nooit gehoord dat je maar één scenario onderzoekt. Wij kunnen het ons niet voorstellen in ieder geval. Nee. Wat staat er de komende tijd nog op de agenda en hoe lang gaan jullie door met actie voeren? Wij gaan door zolang het nodig is. Laat dat heel helder zijn. Ja, maar dat is natuurlijk op de korte termijn betekent dat wij, binnenkort staan we voor het zomerreces voor alle gemeenten. Voor die tijd zijn er nog twee belangrijke momenten in verschillende raden. Dat is aanstaande dinsdag in Almelo. Daar is een politiek beraad over de kwestie Soweco. En daar zullen we natuurlijk als ondernemingsraad, maar ik verwacht ook personeelsleden van ons aanwezig zijn. En vervolgens zal in alle waarschijnlijkheid, maar dat is nog niet volledig duidelijk, er ook in de gemeente Wierden nog een agendapunt zijn rondom Soweco op 9 juli. Ja. En dan verwachten we dat na de zomer ergens het tweede onderzoeksrapport van Iroco op tafel zal liggen. En zal dat zeker onderwerp van gesprek zijn. Ja.
Jullie kijken met een goed gevoel terug op de acties die jullie tot op heden gedaan hebben, merk ik uit jullie opmerkingen. Ja. En neemt het bestuur jullie, het dagelijks bestuur, neemt die jullie actie serieus? Hebben jullie dat gevoel? Nou, als ik kijk naar de acties, hè, die, of ze serieus worden genomen, ja, ik denk wel degelijk en daar is ook wel aandacht voor. Alleen hè, de oproep die we in onze acties hebben, dat gaat vooral over, gaat ook het gesprek aan en onderzoek meerdere scenario's. En dat is ook een oproep die wij continu blijven herhalen en wat nu op dit moment gewoon het belangrijkste is. Hè, van zorg dat het contact er komt, want het gaat hier over een belangrijk thema. Ja. En dan moeten we daar met elkaar in goed gesprek zorgen voor een duurzame oplossing. Ja. En dat horen we ook altijd van beide kanten ook zeggen. Dus daar vragen wij ook naartoe, om dat elke keer weer op te roepen. Ja. De kwetsbare doelgroep, waar vaak over gesproken wordt, die heeft wel bepaalde garanties gekregen. Die heeft een baangarantie en een loongarantie gekregen. Ja. Dat merk ik nog wel eens in de discussie, dat een beetje wordt verward met elkaar. Die mensen lopen op het eerste gezicht niet zoveel risico. Want als er een loon en een bankgarantie, of een bankgarantie, werkgarantie gegeven wordt, dan, ja, wat kan je dan nog gebeuren? Maar daar denken jullie toch iets anders over. Twee dingen zijn daarin heel belangrijk. Ten eerste dat het niet alleen om de SW-doelgroep gaat. Het gaat niet alleen om de SW'ers, maar naast de SW'ers, en dat zijn de 1150... zijn we iedere dag ook in de weer voor 850 andere mensen uit andere doelgroepen. En dan hebben we over nuggers, VSO en pro-jongeren, allerlei doelgroepen. Nuggers voor de kijkers, wat zijn dat? Nou, dat kan Bianca heel goed uitleggen. Oh ja. Ja, maar allemaal mensen uit de verschillende doelgroepen uit de participatiewet. Ja. En enerzijds, het gaat niet alleen om die SW-doelgroep. En anderzijds, voor die SW-doelgroep wordt inderdaad een baan- en loongarantie afgegeven. Alleen, in de eerste plaats is dat natuurlijk heel erg belangrijk, een baan- en loongarantie voor die mensen. Maar daarnaast is er ook een ander, tweede groot belang. En dat is dat zij werken bij ons onder goede begeleiding, de kennis en expertise. Wij bestaan dit jaar 50 jaar, dat is vast niet ontgaan. 50 jaar kennis en expertise die nodig is om deze doelgroep goed te kunnen begeleiden. Het werkgeversnetwerk dat we hebben, dat mag niet verloren gaan. En dat is cruciaal voor het behoud van de goede baan voor deze medewerkers. Ja. Dat kun je niet los van elkaar zien. Het draait allemaal om geld. Dat is een uitdrukking die komt natuurlijk in meerdere gevallen wel aan de orde. Maar het draait ook in dit verhaal kennelijk om geld. Dus laten we het daar eens over hebben. 15% van de omzet wordt aangedragen door de gemeente vanuit de participatiewet. Je had noemde je dat al. Ja, trajecten bijvoorbeeld. Uit opdrachten vanuit de gemeente en onderhandse aanbestedingen via de gemeente genereert Soweco 31% van de omzet. En de gehanteerde prijzen zijn daarbij marktconform. Ja. Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan. Ja, ik hoor het. Er zit hier natuurlijk wel een addertje onder het gras. En dat is als de gemeente Soweco deze opdrachten niet zou gunnen, het huidige bedrijfsresultaat ook niet behaald zou worden. Het is een beetje vestzak broekzak. Je kunt hem ook omdraaien, Chris. Op het moment dat de gemeente die opdrachten, die aanbesteding aan een andere marktconforme partij gunt, betalen zij daarvoor. En op deze wijze, dat wij meedoen in die aanbestedingen, ook via marktconforme prijs, wij zijn dan gewoon een marktpartij. Ja. Komt dat ten goede aan het resultaat van de NV, van de maatschappelijke onderneming? Nee, dat is wel duidelijk, maar dat bedoel ik. Het komt weer terug. Ja, dat ze het tot jij en zelf verdienen. Dat bedoel ik, het vestzak-broekzak-model. Dat klopt. Ja. Ja. 54% van de omzet haalt Soweco op dit moment ergens anders weg. Wethouder van Abbema gaf in de laatste raadsvergadering, toen het onderwerp Soweco door middel van een motie vreemd van de PvdA GroenLinks aan de orde werd gesteld, aan dat Soweco financieel afhankelijk is van de gemeente en dat dit in de toekomst onbetaalbaar wordt. Ik citeer het eventjes, want je hebt zomaar iets verkeerds gezegd, wat achteraf dan misschien niet klopt. De FNV spreekt echter van kapitaalvernietiging als de plannen van het bestuur door zouden gaan. Wie moeten we hier nu eigenlijk geloven? De wethouder die spreekt van, ja, we moeten de stekker wel uittrekken, want het gaat in de toekomst nog veel meer geld kosten. De letterlijke woorden van de wethouder.
En de FNV, toch ook niet de eerste, de beste zou ik zeggen, zegt het is je reinste kapitaalvernietiging om nu eruit te stappen. Ik kan je in ieder geval de feiten vertellen uit de jaarstukken die ook alle gemeenten hebben. Onze meerjarenbegroting laat zien dat de komende jaren de bijdrage die gemeenten moeten doen voor Soweco afneemt van 5,2 naar 3,5 miljoen. Dus daar gaat minder geld bij van de gemeenten. Maar linksom, rechtsom blijft het een feit dat de SW-doelgroep altijd geld kost. Ja. En dat is niet, dat heeft niet te maken met de wijze waarop Soweco functioneert, maar dat heeft alles te maken met het tekort aan rijksbijdragen dat de gemeenten voor ons ontvangen. Ja, oorspronkelijk was het geloof ik 27.000, 28.000 en dat is toen is naar 21.000 teruggebracht geloof ik. Dus dat is een behoorlijk gat. Daar ontstaat dat tekort, maar dat staat los van de prestaties van Soweco, want dat doen we goed. Ja. Dus ook al zou je naar het andere scenario toe gaan, dan blijf je met dat tekort zitten. Ja. En juist door het goede resultaat dat we neerzetten, beperken we dat tekort voor de gemeente. Dus het is, voor mijn beeldvorming, de winsten die de NV maakt, wordt aangewend om de kosten die er toch zijn, om de mensen in de SW-situatie aan het werk te houden, om die kosten naar beneden te brengen. Ja, die dempen dat tekort. Ja. En dat is ook iets wat we ook samen met elkaar hebben afgesproken. Hè? Juist met het bestuur en met RVC en met de directie samen. Van laten we ook kijken naar een maatschappelijke onderneming. En daar hebben we ook echt de stappen in gezet. En daar zijn we mee bezig. Het is duidelijk. En dat maakt het. Begin 2018 werden jullie min of meer gedwongen om ook buiten de deur te kijken. En de marktpartijen en marktpartijen te worden. Het was een gezamenlijke afspraak. Het was een gezamenlijke afspraak, ja. En dat doen jullie cijfermatig gezien goed. Dat kan niemand ontkennen. Dus ik vraag mij ook af waar. Ik heb de wethouder daar verder niet over gehoord. Hoe de wethouder dan aangeeft dat het steeds meer geld gaat kosten. Want het aantal SW'ers neemt ook af. Ja. Ja, dus als je dan spreekt van ja, maar dat wordt eigenlijk onbetaalbaar, dan zou je zeggen ja, dat zou dan een logische verklaring kunnen zijn. Als het aantal mensen in de SW stijgt, dan is logisch dat je meer geld kwijt bent. Maar in dit geval zou het eigenlijk, als de omzet van het bedrijf op deze wijze doorgaat, elk jaar minder worden. Ja. Het gaat niet alleen. Kijk, wat je zegt is waar, Chris, dat het aantal SW-medewerkers jaarlijks afneemt. Want er vindt geen instroom meer plaats in de SW. Ja. En dat is opgegaan in de doelgroep van de participatiewet. En dat is ook uiteindelijk het doel. Hè? Dat de totale brede doelgroep van de participatiewet, dat die begeleid wordt en die naar reguliere arbeid wordt gebracht, zoveel als dat mogelijk is. En daar ligt natuurlijk wel een uitdaging voor de diverse gemeenten om de financiën die daarmee gepaard gaan, gedekt te krijgen. Maar daar hebben ze ook een wettelijke verantwoordelijkheid in. Ja. Denken jullie dat, en dat is in de toekomst kijken, en ik weet niet of jullie dat kunnen in zoverre, kunnen jullie inschatten of een gemeente als Twenterand, die toch een redelijk aantal mensen in deze situatie heeft, in staat is om dat zelfstandig onder te brengen. Kijk, als je 20, 30 mensen onder moet brengen, dan geloof ik ook wel dat je daar als gemeente mogelijk in zal slagen. Mm-hmm. Maar volgens mij spreken we hier over 160 of ergens in die grote mensen en allemaal nog veel meer. Kijk, Rijsselholte zei op een gegeven moment 2 jaar geleden, dat kunnen we zelf wel. Mm-hmm. Maar die sprak over veel minder aantallen. Ja. Maar kennelijk denkt de gemeente, want ze zullen met die mensen iets moeten doen. Ja. Als Soweco daar niet meer de partner voor is, ja, dan moeten we dat zelf doen. Ja. En dan moeten we dus eigenlijk goedkoper uit zijn als nu. Want anders heeft het anders zou je niet moeten willen. Nee, dat is broekzak, vestzak. En de wethouder zegt, ja, maar we moeten wel, want dat wordt in de toekomst duurder. Maar bij jullie proef ik dat toch niet zo duidelijk ligt. Kijk, los van de vraag of ze het als gemeente zelf beter kunnen of niet. Ik denk niet dat ik degene ben die dat kan beantwoorden. Nee, goed. Maar feit is natuurlijk wel dat op het moment dat dit voorkeursscenario ook daadwerkelijk besloten zal worden, stel dat dat gebeurt, dan betekent dat ontmanteling van het bedrijf Soweco, van de NV.
En daarmee zijn natuurlijk ontzettend veel frictiekosten gepaard. En als we kijken naar, want het is niet het eerste SW-bedrijf dat dan ontmanteld zou worden. In landen zijn er verschillende ervaringen mee. Mm-hmm. Als we kijken naar die ervaringen en de kosten die bij die bedrijven daarmee gepaard gingen. En we dat leggen op de organisatie Soweco, dan schatten we dat tussen de 10 en 15 miljoen aan frictiekosten zullen ontstaan. Nou, ieder zijn aandeel van de 6 gemeenten in deze onderneming, dan kun je wel uitrekenen hoeveel dat ongeveer zal zijn. Ja. En daarnaast, dan heb je alleen nog maar het bedrijf ontmanteld. Daarna moet je ook zelf iets optuigen omdat, om de wettelijke verplichtingen die je hebt voor de SW wel na te komen. En daarnaast nog de brede doelgroep van de participatiewet. Ja. Dus dan moet je wel heel veel resultaat neerzetten om dat allemaal... Ik proef een beetje dat dat in ieder geval lastig gaat worden, laten we het zo zeggen. Ik kan het is ook wel niet een uitdaging. Een uitdaging, ja. Ik heb ook de laatste tijd nogal wat uitdrukkingen gehoord. Gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Ja. En gooi het kind met het badwater niet weg. Dat, ik denk dat dit van toepassing is op de huidige situatie. Ze willen het inwisselen voor iets dat nog totaal onbekend is. Waarvan we niet weten hoe het werkt en hoe het presteert. Ja. De wethouder geeft ook aan dat... een aandeelhouderschap van een maatschappelijke of een commerciële onderneming geen kerntaak is van de gemeente. En dat is ook een van de redenen dat zij nu zegt van ja, we kunnen er beter mee stoppen. In principe ben ik het eens met de wethouder. Ik vind ook dat een gemeente geen ondernemertje moet spelen. Maar los daarvan zijn er, en we hebben het er al even over gehad... Er zijn met Soweco afspraken gemaakt. Ja. En ik vind ook dat je afspraken, en dan spreek ik als persoon, dat je gemaakte afspraken na moet komen. Zeker. En ik denk ook met name het doel waar het ook voor, waarmee dat bedacht is. Dat gaat erom, omdat binnen dat sociaal domein voor zoveel mogelijk mensen met het budget wat je hebt, te kunnen helpen met die afstand tot de arbeidsmarkt. Dus dat zit er ook gewoon achter. En inderdaad, met elkaar is dat dan afgesproken om met die reden daar naartoe te werken. Ja, en dan zet je dat zoiets neer als goede resultaat. En wordt ook erkend. Er wordt ook wel eens gezegd dat de ondernemingsraad, en nu speel ik even advocaat van de duivel. Ja, maar die zijn in feite alleen maar bezig om hun eigen baantje veilig te stellen. Ja. Die geluiden zullen jullie wel eens meer gehoord hebben. Ik geef daar geen mening over. Ik zeg niet dat ik het ermee oneens ben of eens ben. Maar hoe reageren jullie daarop? Ik heb daar wel een hele duidelijke mening over. Nou, vertel hem maar. En die mening is dat wij hier niet voor onszelf zitten. En hetgeen wij de afgelopen weken hebben gedaan, dat doen wij niet voor onszelf. Maar dat doen we bovenal. En daarmee doen we elke dag ons werk voor de mensen die aan Soweco verbonden zijn. En voor die 1150 SW-medewerkers zijn die 850 mensen uit de participatiewet. Ja. En uiteindelijk is dat wat bovenaan staat. En dat hebben we vanaf het begin af aan gezegd. En dat blijven we ook telkens herhalen. Het belang is die mensen. En als daar een goede oplossing voor gevonden kan worden... los van de structuur die we nu hebben... dan is dat gewoon bespreekbaar. Maar daarvoor moet je wel met ons in gesprek. Ja. Daarvoor moet je een dialoog voeren met elkaar. Ja. En dat is ook de reden dat we daarvoor oproepen. Ga met ons in gesprek. Jullie voelden je overvallen door het onderzoeksbesluit. Daar komt het op neer, toch? Ja. In die zin, in het stadium waar het in zit. En wij willen gewoon bij dat proces, daar willen wij bij betrokken worden. Ja. Ja, kijk, het bestuur heeft alles te zeggen over een raad van commissarissen. Het bestuur kan zelfs ook als aandeelhouders een directeur naar huis sturen. Wat het bestuur niet kan, is de ondernemingsraad naar huis sturen. Dat is wettelijk zo geregeld. Wat dat betreft mogen jullie... in principe opkomen voor het bedrijf. En daar kan niemand iets tegen doen. Gelukkig maar. Dat was vroeger ook wel anders. Als je dan je mond binnen een bedrijf opendeed... dan kon het wel eens je baan kosten. Maar bij Soweco op dit moment is daar geen sprake van. Want volgens mij, en jullie moeten maar zeggen als dat anders is... worden jullie gesteund in jullie acties... ook door de directeur en ook door de raad van commissarissen. Of zie ik dat niet helemaal goed? We zijn dezelfde mening toegedaan. We merken dat de directie en de RVC, als we ook de reacties van hen horen... dat wij daar hetzelfde in staan. Maar dat betekent niet dat we daarin
samen optrekken. Ja, samen optrekken. We hebben ieder onze eigen positie. Dat is OR natuurlijk eigen, heel duidelijk. Ja. Ja. Maar ja, eens als dat we inhoudelijk daar hetzelfde over denken. Ja. Ja, we hebben het al even gehad over dat eenzijdige onderzoek. En jullie staan open voor een onderzoek voor meerdere scenario's. Ja, het is niet zo dat jullie zeggen, nee, het gaat zo goed en zo moet het door blijven gaan. Jullie willen meedenken voor de toekomst van het bedrijf. En dat is jullie recht. En ik kan niet anders zeggen dat jullie dat op een hele goede manier doen. Jullie blijven in gesprek. De acties die ik gezien heb, zijn ook allemaal netjes verlopen. Ja, zeker. Wordt ook geen geschreeuw of het gaat allemaal op een leuke en ludieke manier. En dat scheelt natuurlijk ook, want met schreeuwen kom je niet veel verder. Maar dat is ook niet onze intentie. Nee. Inhoudelijk kun je niet met elkaar eens zijn, maar je kunt daar wel over het gesprek over voeren met elkaar. En dat is ook de reden dat we oproepen, het DB, om met ons in gesprek te gaan. Naar buiten toe houden de 6 gemeenten elkaar op dit moment vast. En men zegt, het is een besluit genomen door de 6 gemeenten. Ik kan ook niet achter de deur van de beraadslagingen kijken. Maar daar focussen ze zich op. Het is een gezamenlijk besluit. Mm-hmm. En toch proef je hier en daar dat men een beetje die kant uitwijst of die kant naar uitwijst. Denken jullie dat er een bepaalde kartrekker is of een gemeente die vooruit loopt en dat de andere gemeenten daar achteraan lopen? Of geloven jullie echt dat het een gewogen besluit is, gesteund door alle 6 de aandeelhoudende partijen? Uiteindelijk is feit dat het besluit unaniem is genomen door de 6 verschillende colleges. Ja. Het geluid dat je hoort, wat je net omschrijft, dat hoor je met name in de raden. Het is voor iedere gemeente is de situatie zo verschillend dat het ook maakt dat ze er verschillend in zullen staan, ook als raad. Omdat we hebben een grote gemeente Almelo, we hebben kleinere gemeenten zoals Tubbergen, Wierden, Hellendoorn. En voor ieder betekent dat aan zich, los van hun financiële situatie, of ze wel of niet in staat zijn het zelfstandig te regelen. Of dat ze daarvoor afhankelijk zijn van een samenwerkingsverband. Los van hoe dat samenwerkingsverband uitziet. Ja. Dus dat maakt dat ieder daar verschillend op reageert. Ja. Ja, goed, op dit moment is het zo dat ze elkaar nog vasthouden. En ja, misschien komen er nog ergens scheuren in de... Dat is 2 jaar geleden natuurlijk ook gebeurd. Sprongen er ook 2 eigenlijk wilde uit elkaar springen. En dat is toen ook mislukt door de hoogte van de frictiekosten. Ja, uiteindelijk de onderreis van Rotterdam Hellendoorn. Het was al wat eerder, 2012. Ja, 2012, ja. Okay. En uiteindelijk zijn daar ook veel onderzoeken geweest. En uiteindelijk zijn ze onderdeel gebleven van een gemeenschappelijke regeling. Ja. Ja. En die frictiekosten, ja, die komen dadelijk weer naar voren. Ja. Die komen zeker weer naar voren. En, zullen door alle gemeenten gedragen moeten worden. Ja. Ja. En wordt dat dan een beetje, ik heb geen verstand van hoor, maar wordt dat een beetje gedeeld door het aantal SW'ers die een gemeente onderbrengt? Of Ieder wordt het gewoon door 6 gedeeld? Nee, een percentage van de aandelen, denk precies. Ik. Ja, precies. Ja. Naar rato van het aantal medewerkers dat zij vertegenwoordigen vanuit de gemeente. Ja. Is er nog iets? Want het is al 19:30, het gaat sneller. Het gaat heel snel. We zijn zomaar weer een 30 minuten bezig. Hè? Is er nog iets dat we niet besproken hebben en wat jullie willen delen met de kijkers en de luisteraars, dan is daar nu de tijd voor. Nou, ik denk dat we, het is al een paar keer aan de orde gekomen, maar daarmee wil ik wel afsluiten. Dat we de oproep doen aan zowel de raadsleden van alle fracties, maar ook vooral ons dagelijks bestuur van de GR. We roepen op om, ga met ons in dialoog. Zorg ervoor dat we met elkaar in gesprek komen, want we hebben uiteindelijk hetzelfde belang. Namelijk die grote groep mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt. Die grote doelgroep die we met z'n allen goed willen begeleiden en goed willen ondersteunen. En als je dat belang voor ogen houdt, dan moet een gesprek mogelijk zijn. Oké. Ik weet dat jullie nog een andere afspraak hebben, dus ik heb me netjes aan de tijd gehouden. We hadden afgesproken 30 minuten. Ik dank jullie dat jullie wilden komen. Is het meegevallen? Ja, zeker. Ja? Ja. Dat smaakt naar meer, hè? Dank voor de mogelijkheid. Ja. Die perspectief. Ja. Kijkers en luisteraars, we gaan er even tussenuit en we zijn zo weer terug. En dan gaan we het hebben over een zaak die ook de gemoederen wel losmaakt. De huizen aan het kanaal. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard.
Maar er zijn er die 6 centimeter verzakt zijn, 10 centimeter. Een drama voor veel mensen. Daar gaan we het over hebben. En een van mijn gasten is werkzaam bij de provincie. En de provincie schijnt een rol te spelen in de oorzaak van de problemen bij 170 huiseigenaren. Tot zo. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de Twente Rander. I bless the day I found. I want to stay around you, and so I beg you that it be me. Don't take this heaven from one. If you would say to someone, and then forever, let it be me. It's time. Bij mij aan tafel zijn aangeschoven Leonie Schonewille, secretaris van de stichting Kant Nog Wel. Penningmeester. Sorry. Heb ik mijn huiswerk niet goed gedaan? Hè? Penningmeester, nou, dat is nog belangrijker. Nou ja, ze zijn allemaal belangrijker. En Tom Stienstra, werkzaam als projectleider bij de provincie Overijssel. Dat klopt, ja. Welkom en fijn dat jullie op zo'n korte termijn gehoor hebben kunnen geven aan mijn uitnodiging. En ik wil van de gelegenheid gebruik maken om ook Douwe Bouma even te bedanken. Want die heeft mede gezorgd dat jullie aan tafel zitten. Welkom. De stichting Kant Nog Wel vertegenwoordigt een groot gedeelte van de huizenbezitters rond het kanaal Almelo-De Haandrik. Tom Stienstra is werkzaam bij de provincie, heb ik al gezegd. En als projectleider betrokken bij het vervangen van de damwanden langs het kanaal van Daarleveen tot en met Vroomshoop. En misschien nog wel verder. Nou, eigenlijk is een collega van mij daar nog projectleider van. Het stond vanmorgen in de krant. Het stond vanmorgen in de krant, dat heb ik gezien inderdaad. Dus de collega zei al, goh, je hebt nog een functie erbij gekregen. Oké. Okay. Ik ben inderdaad als projectleider verantwoordelijk voor het proces van de schadebepaling.
En het onderzoek ermee samenhangt. En dat valt nu samen met de vervanging van het damwand. Dan is je taak nog wat uitgebreider. Klopt, ja. Het is wat extra gecompliceerd geworden. Ja. Oké. Dat gaat op 20 augustus, geloof ik, gaat men beginnen met het intrillen van de damwanden. Maar op sommige plekken kan men ze er ook in duwen, heb ik begrepen. Maar het meeste moet getrild worden. Dat klopt, ja. En dat levert weer mogelijke problemen op bij de huizen. Want trillen schijnt niet goed voor huizen te zijn. Ja, ik ben geen bouwkundige, maar... Nee, ik ook niet. Nee. Het liefst heb je inderdaad zo weinig mogelijk trillingen. Ja. Want in het verleden hebben we ook damwanden aangebracht. En dat heeft op een aantal plekken ook schade opgeleverd toen. Dat proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen. Maar niet uit te sluiten valt dat het inderdaad toch schade zal opleveren. In 2011, 2014, in die periode, heeft de provincie opdracht gegeven om het kanaal geschikt te maken voor grotere schepen. Ja. En naar horen zeggen, is dat eigenlijk de oorzaak geweest van de ellende waar we nu mee te maken hebben. Klopt dat of moet dat nog uitgezocht worden? Dat zijn we nu aan het uitzoeken of dat zo is. Er zijn inderdaad een hoop mensen die op het moment van uitvoering zeggen van... dat is het moment geweest dat we schade hebben ervaren. Of dat schade is ontstaan. In het verleden zijn er ook een aantal schadeclaims ook toen binnengekomen. En die zijn ook beoordeeld. En een deel daarvan is ook toegewezen toen. Dus toen was er ook een relatie tussen die schade en de werkzaamheden. Ja. Of dat nu ook geldt voor de totaal 170 meldingen of ruim 170 die we nu hebben... Ja, dat weten we nog niet. Dat zijn we nu juist aan het onderzoeken. Ja, dus dat is nog wel een issue? Dat is zeker nog een issue, ja. En wanneer krijgen de mensen die nu in ieder geval, wat de oorzaak dan ook is, maar aantoonbaar schade aan hun huis hebben, wanneer krijgen ze daar uitsluitsel over? Niet onbelangrijk voor die mensen. Nee, dat is zeker niet onbelangrijk. Op dit moment zijn TNO notarissen bezig met het onderzoek. Zij hopen eind september de eerste conclusies klaar te hebben. Daar gaat dan vervolgens de onafhankelijke deskundigencommissie nog naar kijken. We hebben als provincie in afstemming ook met bijvoorbeeld de stichting en nog een aantal andere eigenaren die in de klankbordgroep zitten, hebben we een commissie opgericht, ingesteld door gedeputeerde staten. En die commissie, dat zijn dus deskundigen die dus meekijken met deltaris en TNO. En op het moment dat zij inderdaad ook zeggen van, wij kunnen ons vinden in die conclusies, dan hebben we een eerste conclusie te pakken. Ja. Het kan zijn, en dat is wel de slag om de arm die ik erbij moet maken, het kan zijn dat de conclusie is van, we hebben een aantal zaken onderzocht. Een deel van die zaken is misschien veroorzaken van de schade, maar op een aantal plekken weten we nog niet zeker, daar zullen we nog iets nader onderzoek moeten doen. Dat kan. Ik hoop het niet, want we willen graag zo snel mogelijk duidelijkheid. Ja. De politiek in Twenterand wilde geen toestanden zoals in Groningen, noem ik maar even, met het gas. Geen getouwtrek over de gevolgschade. En het leek de goede kant op te gaan. En ook in dit programma was voorzitter Douwe Bauma ook redelijk positief over de samenwerking tot nog toe met de provincie. Er is een bijeenkomst geweest op 18 juni, geloof ik, in het Punt. En naar aanleiding van die bijeenkomst stelde een politieke partij, GBT, de politieke partij, heeft schriftelijke vragen gesteld over een vermeende slager die zijn eigen vlees keurt, want er waren zaakwaarnemers aangesteld in dienst van de provincie die de hoogte van de schade zou gaan beoordelen. En de stichting kant nog wel, en dan kom ik bij jou, Leonie, die zou daar niet bij betrokken zijn en eigenlijk niet serieus genomen of niet serieus genoeg genomen worden. Het CDA heeft zich daar vervolgens ook nog mee bezig gehouden en is met dezelfde veronderstelling binnen hun eigen partij in de provincie aan de slag gegaan. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een... hoe noem je dat, een vergadering of een
Ja, afgelopen woensdag. Woensdag. Ja, hebben we een soort statentafel. Oké, okay, een ja. statentafel. Ja, dat, die naam zorgt ik, maar ja. Okay. Is een nieuw fenomeen. Ja, dat was altijd okay. een commissievergadering of een technische sessie. Okay. En nu heet het okay. statentafel. Ja. Ja. Jij bent erbij geweest, ben jij ook geweest? Ja. Ja, 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 dat dacht ik wel. Dat wel belangrijk, hè? Ja. En daar is naar buiten gekomen... ja, vertel het zelf maar wat er naar buiten gekomen is. Wat is er overgebleven van de veronderstellingen... En ja, de commotie die eigenlijk is ontstaan. Nou, ik denk op het moment dat wij het artikel lazen, dat we wel vraagtekens daarbij gezet hebben. Onze relatie met de provincie op dit moment is uitermate goed. We zijn continu met elkaar in overleg. En wij zien ook dat de provincie het echt ontzettend serieus neemt. Wij vinden ons als stichting ook zeker wel goed gepositioneerd. En we zijn best wel een goed gesprekspartner van elkaar. Maar ergens is dit idee heeft toch ja, is naar boven gekomen. Wat is er dan verkeerd gegaan waardoor mogelijk dit in de publiciteit is gekomen? Is er iets met de communicatie misgegaan vanuit de provincie? Of? Ik denk dat het niet duidelijk genoeg uitgelegd is wat de zaakwaarnemers voor ons gaan doen als inwoners. Je kunt je voorstellen op het moment dat je dus schade hebt... dat je eigenlijk niet meer goed weet waar je terecht moet. We hebben nu dus de ingang. We zijn met de klankbordgroep en als stichting zijn we ontzettend vertegenwoordigd. We hebben ongeveer 80% van de schadegevallen vertegenwoordigen wij als stichting. En, maar de zaakwaarnemers die gaan toch wat meer begeleiding geven... op het proces. Dus er komen nu allemaal mensen straks bij de inwoners over de vloer. En wat gaan die dan allemaal doen? Dat zijn toch wel hele enge processen waar we met elkaar in gaan stappen. En de zaakwaarnemers gaan het gewoon gaan ons daarbij helpen om dat te begeleiden. Ja. Ik denk dat het daar... Ja, daar is fout gelopen. En, ja. en men dacht eigenlijk dat die mensen ook de hoogte van de schades gingen bepalen. Ja, maar zover zijn we nog lang niet. Nee, maar dat wordt ook, wat ik van Tom hoor, ook door een echt onafhankelijk bureau vastgesteld. Ja. Ja. En zelfs is er nog een mogelijkheid om te zeggen van een derde controle. Ja, waar we nu mee bezig zijn, de opnames die nu gaan plaatsvinden, die zijn dus nodig om in het kader van het onderzoek, hoe kan het nou dat die schade is ontstaan? Aan die panden. Dat gebeurt door Vermeer. Die is daar Vermeer expertise, die is daarvoor ingehuurd. En dat is ja, een bedrijf die dit soort opnames doet. Maar die hebben eigenlijk niet anders als de opdracht om gewoon eigenlijk de feiten, het schadebeeld goed vast te leggen. En dat bedenkt ze niet zelf hoe het moet, maar dat is bedacht door TNO. Dus eigenlijk heeft TNO heeft hun de instructies meegegeven. Zo moet je de woningen of andere panden opnemen om het schade goed vast te leggen. En met die rapporten gaat TNO. Dus niet provincie en ook niet Vermeer. Dan gaat TNO gaat op basis daarvan een analyse maken van... hé, wat zien we nou aan schadebeeld? En hoe en wat voor oorzaak ligt nou ten grondslag aan die schade? Dus als zij bijvoorbeeld zien... we zien hier scheuren in panden die te relateren zijn aan zettingen in de ondergrond. En notaris zegt van... ja, we hebben gezien dat er zettingen in de ondergrond plaats hebben gevonden... of nog steeds vinden. En die kunnen we relateren aan bijvoorbeeld werkzaamheden door de provincie... ja, dan kun je één en één aan elkaar koppelen en heb je de relatie gelegd. Dus dat is heel goed inderdaad, wat Leon nu ook aangeeft, de zaakbegeleiders zijn niet anders als het eerste aanspreek voor een eigenaar. Zodat ze gewoon iemand hebben, in dit geval van de provincie, maar daarbij ook een ingang naar gemeente of misschien waterschap of wie dan ook, die een eigenaar kan, altijd kan bellen of kan mailen of die bereid is om even een gesprek aan te gaan. En die gaat dus ook mee met de opname. Ja, juist om daar een stukje persoonlijke aandacht meer te geven. Anders dan dat Vermeer gewoon langskomt. Dat zijn wildvreemde mensen. En we willen dus eigenlijk die zaakbegeleiders toewerken naar een situatie dat eigenaren zich nou ja, toch enigszins vertrouwd voelen met één iemand van de provincie. En dat niet altijd verschillende mensen zijn. Dus vanuit jouw functie ben jij ook van mening dat de reuring die ontstaan is dat de slager zijn eigen vlees keurt onterecht is? Dat is inderdaad totaal geen reden toe. Nee, dat is inderdaad volledig onterecht. Te meer omdat we juist ook bijvoorbeeld een onafhankelijke commissie hebben die heel kritisch meekijkt. Dus als provincie kunnen we het ook gewoon ons niet veroorloven om niet dat onafhankelijk te doen. Want dan zou de commissie er naar kijken en die zegt van ja, er is een mooi onderzoek geweest, maar op een aantal onderdelen is het niet onafhankelijk geweest. Ja. En stellen we daar vraagtekens bij. Ja, zo'n uitslag willen we gewoon absoluut niet hebben. Nou ja, het is duidelijk en gelukkig maar
dat de Reuring dus een beetje voorbarig is geweest. Toch is dat ontstaan. Jij bent ook op 18 juni aanwezig geweest. Ja, zeker. En voelde jij ook dat dat eraan zat te komen? Of? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik weet niet, Leonie, hè, volgens mij na afloop hadden we met elkaar als stichting ook en ook als provincie die deed, dat is een goede avond geweest. Ja. Eigenaren zeiden om de afloop van, we moeten het nog zien natuurlijk, maar de opzet van de avond geeft wel vertrouwen. Okay. Het verhaal wat we verhoord hebben geeft vertrouwen. Ja, nu nog waarmaken. Ja. En dat was eigenlijk de afdrong zeg maar, die we denk ik met elkaar wel hadden. En in die zin, geeft Derke een stuk in de krant, geeft wel weer bij eigenaren onrust. En dat vinden we gewoon wel heel jammer. Ja, is jammer, ja. 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 Goed, ja, de media krijgen altijd de schuld, maar soms is het ook wel zo. Nee, ik zal niet zeggen dat hier de media schuld heeft. Nee, zeker niet. Maar goed, gelukkig een storm in een glas water. Om maar even deze beeldspraak te gebruiken. Met achterhoofd het kanaal. Gelukkig maar. Ja. Maar we spreken wel over miljoenen. En inmiddels zijn 2 huizen, wat ik begrepen heb, onbewoonbaar verklaard. En mensen wonen in een unit in de tuin of gaan in de tuin wonen. En dan zijn er nog 168 huizen over van de 170. Maar ik heb ook gelezen ergens dat er nog 230 huizen ook nog extra onderzocht moeten worden. Die hebben dan officieel volgens mij nog geen melding gemaakt. Maar mogelijk zijn daar ook sporen te vinden die veroorzaakt zijn door het kanaal. Nogmaals, dat moet nog onderzocht worden. Maar die 170 is niet het aantal huizen wat mogelijk betrokken wordt in het onderzoek. Zeker niet, maar ook nog schade geclaimd gaan doen. Nee, zeker niet. Nee, we zitten nu op ruim 170. Voor uw beeld, ik denk dat we in ongeveer denk ik in maart zaten op ruim 100. Daar zijn alweer 70 bijgekomen. Ja. En nog steeds komt, wekelijk zou ik willen zeggen, nog wel 1 of 2 nieuwe meldingen komen binnen. Ja. Dus ik sluit ook niet uit dat als we die andere woningen gaan opnemen, die nemen we zeker eens halve op om te kunnen beoordelen of de werkzaamheden aan het damwand, het intrillen bijvoorbeeld, of die schade leidt. Ja, ik sluit niet uit als we daar binnenkomen dat we ook dan niet zoveel schade zullen aantreffen. Ja. Treffen we die aan, dan worden ook die woningen opgenomen conform de systematiek zoals TNO die voorschrijft. Ja. Okay. En één correctie. Ja. Je zei 2 woningen zijn onbewoonbaar verklaard, maar dat is nog niet het geval. Oh, ja, ik haal het ook uit de krant. Ja, nee, maar dat is nog niet het geval. Maar die units in de tuin is ook niet waar dan? Dat is wel waar. Maar wij hebben met elkaar als stichting, samen met Tom en het team om tafel gezeten. We hebben met elkaar besproken wat er allemaal speelt. En dat er dus panden zijn die op dit moment dusdanig schade hebben dat je moet afvragen of je daar nog een veilig gevoel bij hebt. Ja, daar gaat het om, hè? Het is het gevoel wat mensen hebben. Ja. En ik moet zeggen, de provincie houdt daar ook echt een vinger aan de pols. Heeft daar ook een bureau voor ingehuurd die periodiek komt kijken bij de mensen. En in 2 gevallen is er dus gezegd van oké, we kunnen niet meer garanderen dat dit op een langere termijn nog veilig blijft. En we hebben afgesproken met elkaar, oké, hoe gaan we daar dan mee om? Want als jij zo'n oordeel krijgt, en zeker als je alleen bent, is dat al heel erg. Maar als je een gezin hebt, dan heb je helemaal een verantwoordelijkheid. Dus we hebben met elkaar afgesproken, wat gaan we dan doen? En de provincie heeft dus toen voorgesteld, van, dan gaan we kijken naar tijdelijk vervangende woonruimte. Alvorens er iets risico's. Ze zijn dus formeel nog niet onbewoonbaar verklaard. Nee. Maar de veiligheid kan niet gegarandeerd worden op de langere termijn. Ja. En daarom hebben jullie voorgesorteerd en gezegd van, voor die mensen gaan we een uitkomst bieden. Okay. Mooi, want dat is dus goed dat, dat jullie zijn om dat recht te breiden. Ja. Wat ik ook gelezen heb, en ik hoop dat dat dan wel waar is trouwens, is dat de provincie 76 miljoen extra in de reserves pompt om de claims die eraan dreigen te komen, en nogmaals, de relatie moet nog vastgesteld worden, maar men neemt ook niet voor niets 76 miljoen extra op de komende jaren. Dus de kans dat er een relatie is niet helemaal onwaarschijnlijk. Laten we het maar even zo zeggen. Dat wil zeggen dat er in die pot 118 miljoen euro zit. Want er zat al iets in. Ja. Dat zijn enorme bedragen.
Alleen als je spreekt over 170 huizen en misschien nog 230, ja, dan spreek je ook over miljoenen, miljoenen. Ja. Kan de provincie, die dat, wat ik begrepen heb, voor gaat financieren, die niet die toestanden in Groningen wil hebben, dat een huiseigenaar met een aannemer in gesprek moet. Nee, de provincie is de opdrachtgever, die als er schade is, neemt de provincie zijn, of is het haar, verantwoordelijkheid, en gaat de schade betalen. En vervolgens gaan ze richting de aannemer om te kijken of daar nog wat valt te halen. Ja. En een aannemer, ja, dat is tussen 2011 en 2014 geweest, moet je je natuurlijk nog maar afvragen of daar nog wat te halen valt. Of dat inmiddels die risico's niet verlopen zijn. Maar hoe dat ook uitpakt, als de provincie het niet kan verhalen op de uitvoerder, de aannemer, dan gaat de provincie, als bewezen wordt dat er een relatie is, ja, gaat de provincie betalen. Ja. Dat staat gewoon vast. Ja, klopt. We doen het onderzoek. Daaruit moet naar voren komen waardoor de schade is ontstaan. En omdat we dat weten, dan weten we ook wie daarvoor aan de lat staat. Het is dus niet zo dat als uiteindelijk de veroorzaker de aannemer zou zijn, binnen haar eigen verantwoordelijkheid, dat we dan zouden zeggen, goh, eigenaar, u moet zich melden bij de aannemer. Nee. Ook niet wanneer bijvoorbeeld, hè, dat valt ook niet uit te sluiten, dat bijvoorbeeld het waterschap besluiten of peilbesluiten heeft genomen, of wisselingen in het waterpeil heeft doorgevoerd die tot schade hebben geleid. Ook in dat geval hebben we gezegd van nee, dan heeft de eigenaar één aanspreekpunt. En het kan niet zo zijn dat die eigenaar bij meerdere partijen een deel van de schade weg zou moeten halen. Ja. Oké, dat is zuiver en zo hoort het eigenlijk ook. En zo had het in Groningen natuurlijk ook gedaan moeten worden. Maar goed, dat is achteraf praten. Maar nog veel belangrijker voor mij is dat je kan nu wel de gevolgschade gaan betalen. Maar wat gaan we doen aan de oorzaken? Ja. Is dat alleen met een andere damwand opgelost? Of lopen we nog tegen veel grotere risico's aan? Want ik hoor ook, Tom, dat de kleilaag is weggehaald en dat het een lek is van het bad waar het kanaal dan doorheen loopt. Nogmaals, het is niet mijn pakje aan, maar ik probeer het een beetje duidelijk te maken. Ja. Want dan heeft het niet zoveel zin om te gaan herstellen en veel geld erin te stoppen als je de oorzaak niet weggenomen hebt. Want dan gebeurt het over 5 of 6 of 7 jaar weer. Ja. Hoe gaan we dat aanpakken? Nou ja, ook dat zal uit het onderzoek moeten blijken. Dus we beginnen eerst te achterhalen waar ligt het. Dan weet je daar twee dingen. Je weet in ieder geval wie daar dus veroorzaker van is. Hè? Of wat de oorzaker daarvan is. Dan weet je vervolgens ook wie daar dus eventueel ook financieel voor aan de last staat. Maar daarbij, en dat is natuurlijk ook een hele belangrijke, terecht wat u zegt. Je praat wel met u nu, hè, maar we zouden natuurlijk terecht wat je zegt. Ja, ik heb respect voor mensen. Ja, het wordt ouder, hè? Ja, ja, dankjewel. Vrij het er maar in, jongen. terecht wat u zegt. Je zegt, het is heel belangrijk. Ja, we kunnen een scheur dichtzetten en die kan gerepareerd hersteld worden. Maar als je over een jaar er weer in zit, heeft niemand daar iets aan. Nee. Dus dat is ook inderdaad een van de dingen die in dit geval door de notaris in kaart moet worden gebracht. Van ja, is de situatie stabiel of is er aanleiding om onderdelen dus fysiek waarschijnlijk maatregelen te nemen om te zorgen dat het een stabiele situatie is. En dat als we nu herstellen, dat het ook naar de toekomst stabiel blijft. Want we willen eigenlijk met elkaar allemaal dat over 30, 40 jaar de mensen nog steeds fijn en zonder schade hier in Vroomse Hoop en omgeving kunnen wonen. Ja. Heb je enig idee, maar dat heb ik ook wel eens aan Douwe gevraagd, maar wat dat allemaal zal gaan kosten? Of die 118 miljoen voldoende is, als je ook nog de oorzaak moet aanpassen. En in het zwartste scenario is daar binnen de provincie wel eens over nagedacht. Jongens, waar gaan we naartoe? Nee, dat zou op dit moment, als ik daar nu een bedrag over zou zeggen. Dat hoeft niet hoor. Nee, maar ik snap de vraag. En die kwam ook in de statentafel wel aan de orde. Maar als we daar nu een bedrag zouden noemen, zou dat echt een slag in de lucht zijn. En omdat de woningen zijn nog niet opgenomen. Er is ook nog geen schadebedrag dan dus aangehangen. We weten niet wat de oorzaak is en of er iets moet gebeuren en zo ja wat om toekomstige schade te voorkomen. Dus dat zijn allemaal zoveel onbekendheden nog, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om daar een bedrag aan te hangen. Nee. Nee.
Als alles loopt zoals de planning gemaakt is en de relatie tussen de werkzaamheden van de provincie en de gevolgen bij de huizen is aangetoond, op welke termijn kan er dan begonnen worden met het herstel van de schade? Dat is een vraag die de huizenbezitters denk ik ook regelmatig aan jullie stellen. Maar de kijkers zijn ook wel benieuwd of daar al iets over te zeggen is. Ja. Maar misschien dat Leonie er iets over kan zeggen? Of moet om het... Ja, nou, ik ben blij dat er iemand van de provincie aan tafel zit. Hoor. Ja. Nou, maar ja, we maken er gebruik van. Heel goed. Nee, ja... Ook dat is wel een lastige vraag te beantwoorden. Wat ik aangaf, de deskundige commissie gaat het advies of de conclusie, de eerste conclusies van de onderzoeksbureaus beoordelen. Ik heb dinsdag 18 juni ook aangegeven dat we verwachten dat advies van die commissie in het vierde kwartaal dit jaar. Ik heb er ook de kanttekening bij gezet van en misschien wel begin eerste kwartaal 2020. Ik hoop echt en ik heb goede hoop dat het dit jaar wel gaat zijn. En als daar inderdaad uitkomt dat, ik noem maar even, de overheden samen volledig verantwoordelijk zijn voor alle schade, nou, dan heb je het meest eenduidige scenario. Want dan kun je namelijk als provincie overgaan tot vaststelling van de grootte van de schade, vergoeding en dus herstel. Krijg je daar een gemêleerd beeld uit, dan hebben we een nieuwe situatie. Ja, ja. Maar ja, om dan te vragen, in dat scenario, wanneer weet je dan wat voor bedrag je als eigenaar krijgt? Ja, dan op zo'n vroegste zit je al gauw halverwege volgend jaar. Ja. Wat ook kan, maar daar, ja, dat is toch wel wat moeten we de komende periode na gaan denken. Misschien moet je wel zeggen, ga je nou een financieel een vergoeding geven of ga je gewoon zorg dragen voor herstel van de schade? Hè, dat is ook nog een variant kunnen zijn. Ja. Maar goed, op het moment dat je de schade hebt vastgesteld qua grootte, moet het ook nog hersteld worden. Ja. En een aannemer, als die 170 plus aan woning moet herstellen, ja, dat gaat ook een hele hoop tijd en capaciteit kosten. Ja, het zijn geen prettige tijden voor de mensen die erbij betrokken zijn. Nee, zeker niet. Leonie, wil jij vanuit de stichting kant nog ergens op terugkomen? Is er nog iets wat je mee wil geven aan de kijkers en de luisteraars? Of denk je dat we alles wel een beetje doorgesproken hebben? Of heb je iets gemist? Nee, ik denk dat we goed hebben, duidelijk hebben kunnen maken dat het artikel in de krant eigenlijk onnodig vragen bij de bewoners heeft opgeroepen. Ja, dat is jammer, hè? Dat is daar echt staat zo... niemand op te wachten, nee, denk ik. Nee, absoluut niet. En we zijn gewoon heel erg blij dat we op dit moment in dit proces zo betrokken worden als gesprekspartner. Maar ook kunnen ventileren naar de provincie toe van onze achterban. Vindt dit of wij voelen ons zo. Ja. En dat wordt ook heel serieus wel opgepakt. Dus dat is, die verbinding is heel prettig. Ja. Dat is goed om te horen, Tom, denk ik, vanuit jouw kant. Ja. En heb jij nog iets wat je met de mensen zou willen delen? Ik ben heel blij dat de stichting, dat we hier nu ook samen aan tafel zitten. Ja. Ik ben ook blij dat je daarmee ook als provincie een aanspreekpunt hebt. We hebben de klankbordgroep, maar de stichting, dus daar zitten nog mensen in die ook nog mensen vertegenwoordigen die geen lid zijn van de stichting. Maar in de stichting hebben we een hele fijne gesprekspartner. En voor ons als provincie is dat gewoon ook heel erg prettig, omdat wij kunnen niet... dat is heel erg lastig om met 170 verschillende adressen, gezinnen in gesprek te gaan. Ja. En bovendien, je bent overheid en dan kom je toch anders binnen, vaak bij mensen, dan wanneer dat gewoon je buren zijn die namens jou ook het woord voeren of je aandacht geven, zeg maar. Ja, het is fijn om te horen en te zien dat de situatie... De relatie tussen provincie en de stichting en de klankbordgroep, dat die goed is. En ik wens alleen maar dat die zo blijft de komende tijd. Op dit moment is het nog allemaal afwachten. Maar er komt ook een tijd dat er over geld gesproken gaat worden. En dan wordt het cruciaal. Hoe is de verhouding? Blijft die dan ook nog goed? Want er zullen ongetwijfeld mensen zijn... die eventueel teleurgesteld zijn. Ja. Het is natuurlijk geen lui lekkerland, dat begrijpt iedereen.
En als je nu een klein huisje hebt, kan je er geen villa voor terugbouwen. Hè? Dus, maar iedereen tevreden stellen, heb ik altijd geleerd in het leven. Dat kan je dus nooit. Maar dan wordt het wel duidelijk of de verhouding die nu goed is, zo sterk is, dat die ook in die situatie nog goed blijft. Ja. En dat vergt, zowel van de kant van de provincie, maar ook aan de kant van de stichting, natuurlijk dezelfde inzet zoals jullie nu hebben. Ja. Ik heb er wel vertrouwen in, moet ik zeggen, als ik dat zo eens aankijk. Maar de praktijk zal het uitwijzen. Ja. Leonie en Tom, ik dank jullie voor de komst naar de studio. Zeker, ik heb het al gezegd, op die korte termijn. Het is een onderwerp wat zeker leeft. Niet alleen bij de betrokkenen, dat is duidelijk dat het bij hun leeft. Maar ook de rest van de inwoners van Twenteland leven in zekere mate wel met die mensen mee. Want die denken, ja, als ik eens in die situatie zou zitten, want de mensen kunnen daar niks aan doen. Het is hun overkomen. Ja. En dus wat dat betreft een positief verhaal. En gelukkig dat de reuring die ontstaan is rechtgezet is inmiddels. En dat ook de gedeputeerde Bert Boerman zich positief heeft uitgelaten. Ja. In het tafelgesprek van gisteren. Ja. Dat is ook in die zin, dat wil ik ook nog even benoemen. Ik merk ook dat ook binnen het bestuur van de provincie, maar ook bestuurlijk bij de gemeente, staat het dossier echt wel vol in de aandacht. Ja. En is het begrip voor de complexiteit. En uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat we met elkaar allemaal dezelfde wil om deze situatie zo goed mogelijk op te lossen. Okay. Ja. Nou, ik denk dat het een mooi afsluitpunt is voor dit gesprek. Normaal gesproken hebben we altijd nog gemeentelijke informatie om u te delen. Kijkers en luisteraars, ik heb helaas geen informatie ontvangen. Ik dank ook vanavond weer de heren van de techniek, Rogier, Marvin, Pascal en Henry. Ik heb nog wel een aankondiging. Donderdagavond 4 juli gaan wij ons bezighouden met kernzaken in Westerhaar Vriensveense Wijk. In de serie Debat op locatie houden we onze eerste debatavond in de Klampen. En u bent als publiek van harte welkom. Maar de avond wordt ook rechtstreeks uitgezonden via Delta TV en live gestreamd via de Facebookpagina van dit programma. De avond begint om 8 uur. Voor het zomerreces hebben we nog 1 uitzending van Politieke Stem op Delta FM. En dat is op 11 juli. En dan zijn mijn gasten Stefan Reusken en Gerjan Smelt. Alles is politiek. Maar politiek is niet alles. En toch slagen we er iedere keer weer in er een uitzending van minimaal een uur over te maken. Ik dank u voor het luisteren, het kijken en het terugkijken naar het programma Politieke Stem op Delta FM. En ik wens u nog een hele goede avond. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de Twenterander.